afgelopen vrijdag hebben we het in het einde van de week al gehad over onze Rainbow Six Siege livestream. Ja. Waarin we 2 uur met die betten gaan knallen. Hij is nu handgeformeld door jou. Want dit is een prijs. Dit is een prijs. Ja, maar anyway, we gaan dus livestreamen. Maar we gaan echt een thema livestream noemen, kunnen we het zo noemen? Ja. Ja, we gaan gewoon 2 uur met die game knallen. We gaan het hebben over onze Rainbow Six liefde. In ieder geval, ik denk dat Bols dat gaat doen. Ik heb ook wel een verhaal over Rainbow Six. Over de eerste Rainbow Six. Ja? Ja, toen was ik echt jong en ik snapte er geen ruk van. Maar ik vond het mateloos intrigerend. Nog niet verklappen precies. Het verhaal, want dat mag je dan mooi vrijdag gaan het doen. Het was eigenlijk 50% van het verhaal hoor. Maar de rest... Cool. Ik ben erg benieuwd wat er gaat volgen. Ja. Maar gaan met z'n vieren lekker die game spelen. Met z'n vieren? Ja, we gaan gewoon studio ombouwen. Gaan we tegen elkaar next natuurlijk level. Dan? Ja, nee, in een team. Oh. Ja, of weer tegen elkaar. Nou, we gaan in een team, misschien kunnen we ook even met tegen wie? Elkaar. Wij? Wij, Skate Boris. Komt langs, Boris en Karim is er als backup voor het geval dat Boris zegt, ik kan toch niet nee, maar dat kan niet. Zitten. Dat is namelijk het ding, ik wil met, het liefst met jou, of misschien met Skate, maar tegen Boris. Ik wil Boris echt inmaken. Inmaken in zijn in game. In zijn game, ja. Dat wordt cool. Echt top. Ja, maar sowieso, ik heb er zin in, maar we gaan dus ook dit weggeven en dit is zeer exclusief. Dit is bizar, dit is echt een vredertje. Met GameKings hebben we vaak zwarte snapbacks gemaakt. En, ik denk Rainbow dat Six. Ik dit oprecht misschien wel een van de vetste gamecaps vind die ik ooit heb. Sterker nog, ik ken er geen toffere. Weet je? Nee. Dit is zoals letterlijk inderdaad wat wij met GameKings ook maken. Gewoon ja, maar dit kan gewoon dragen cap. Zonder dat je voor lul over straat loopt. Precies, nee, maar kijk, en dat is natuurlijk een smaakding. Het is een soort van. Wij lopen inderdaad niet met een, weet ik veel, een Mario cap of een Assassin's Creed cap. Maar Assassin's Creed cap? Tuurlijk. Nee man. Heb je die? Nou dan. Nee, tuurlijk niet, zegt hij daarna. Dat is gewoon bullshit. Maar deze, ik denk dat er niemand van de GameKings redactie is die niet maar Ubisoft, als je dit kijkt, David zal je Assassin's Creed cap dragen. Ja, precies. Hij heeft net gevist om een Assassin's Creed cap. Precies. Maar dat bedoel ik. Dat kan nooit zo stylish en slick zijn als deze. En die gaan we weggeven in de livestream. Ja, we hebben totaal 25. Maar dat gaan we een beetje verspreiden over verschillende momenten van dit jaar. Want die game komt 1 december uit. Ik heb al uit. Gezegd hoeveel er weg zouden geven. Hè? Ja, maar dat was ik niet helemaal mee eens. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, we gaan er 10 weggeven. Ja, maar ik wilde er 10 weggeven in deze stream. Misschien geven we er 10 weg, misschien ook wel niet. Laat me daar nog even... Ja, misschien wel, misschien niet. 5 is te weinig. 5 is echt te weinig. 7 dan. Ik vind 7 een mooi getal. 7 vind je dat een mooi getal? Ja. Dat vind ik echt een heel raar. Nee, hallo. 6. 2 keer 6. Nee, 6. Wat nou 6? Hoe vaak moet je nog... Rainbow Six wanneer komt die game uit? 1 december. Ja, oké. Okay. Dus, maar tot die tijd wil je ze wel... Daarvoor wil je ze wel vergeven hebben natuurlijk. Oké. Okay. Maar wat zijn er nou betere momenten voor dan in een livestream? Misschien gaan we er wat mee doen op First Look. Misschien. Nou, daar hebben ze toch zelf wel games mee? Of nee, want we hebben alles we hebben wat alle in Nederland petten. Is. Ja. Ze hebben onze al onze petten gedineerd. Ja, we gaan er in ieder geval een paar weggeven. En sowieso 6, dat is wel echt het En ding. We hadden dus bedacht dat je dat niet gewoon omdat je subscriber bent maar even krijgt. Je moet hier wel iets meer moeite voor doen. Ja. Dus ja, wat had ik ook weer bedacht? Dat ga je nu opzoeken in je ik mail? Ik had het in mijn mail. Heb je naar jezelf gemeld? Nee. Oké, okay. Niet jezelf gemeld. Ik had het net openstaan. Jezus, dan moet je op vorige drukken. Ja, maar volgens mij heb ik het gewoon weggeklikt. Ja, dan moet je op vorige drukken dan. Daar. Even in mijn mail kijken, jongens. Echt heel erg dit. Even conversatie naar beneden scrollen. 4 A4'tjes. Oh ja. Laat even zien. Via een tweet met hashtag GameKings. En dan mag je schrijven, dan mag je foto's maken, filmpjes. Doe waar je zin in hebt. En laat even zien dat jij klaar bent om de Special Forces van Rainbow Six te joinen. Precies. Dat is best cool. Ja. Ik bedoel, daarom moet je iets moeilijks doen voor. Je moet iets, je moet laten zien dat je een soort van inderdaad. Ready bent om dit te dragen. Ja, oké, maar het moet wel natuurlijk dan een beetje Rainbow Six team zijn. Dus je moet wel een soort van je moet weer je vaders politiekostuum. Bijvoorbeeld. Lenen. En ik vond het ook een beetje zielig voor de mensen die geen Twitter hebben. Dus je mag het ook sturen naar prijsvraag@gamekings.tv. Ja. En dan gaan we vrijdag in de livestream gaan we kijken wat jullie hebben opgestuurd. En de winnaars kiezen. Ja, dus sowieso 6. Ja. Vet, mag misschien je ook meer, een? Misschien minder. Heb je er niet al een? Nee. Eigenlijk zijn ze om weg te geven. Ja. Ja, het is niet. Nee. God.